Het is vandaag maandag. Afgelopen vrijdag hebben we ongeveer 140 mini plus kastjes klaargemaakt. Daar zie je hier een aantal van staan. Daarin hebben we een raampje broed gedaan, een raampje voer, een leegraam en een kunstraadje. Die volkjes worden de basis van nieuwe koninginnen. Die koninginnen die zitten nu nog in de grote volken, tenminste voor een deel. Voor een deel heb ik ze al geplaatst, de koninginnen doppen. Wat we vandaag gaan doen zijn de rest van de cellen plaatsen. Die serie die heb ik een dag later gemaakt, dus die loopt ook een dag later uit. Als het goed is zitten die nu allemaal nog in de dop. Als ik iets oudere larven gebruikt heb, dan zitten ze niet meer in de dop, maar dan zijn ze al uitgelopen en dan zitten ze in het kooitje dat ik daarvoor gebruik. Bij het plaatsen van de doppen kijk ik gelijk natuurlijk even in de mini pluskastjes en dan de mini pluskastjes die te weinig bijen hebben of die er niet goed uitzien, die haal ik er gelijk tussenuit. Dus hier bijvoorbeeld zie je er één op de grond staan, die heb ik dan leeg gemaakt. En daarachter zien we er eentje die we leeg hadden gemaakt, die hebben we al eerder leeg gemaakt. Dan die bijen zijn gewoon afgevlogen omdat er te weinig binding is tussen de bijen. En die binding die ontstaat eigenlijk door of broed, het liefst jong broed, open broed, of door een koningin. Nou, omdat we deze volkjes alleen maar broed geven en het liefst zo oud mogelijk broed, zodat ze zelf geen koninginnen meer kunnen maken en de nieuwe koninginnen makkelijk aannemen, ontstaat wel eens de situatie dat er te weinig binding is. En als er te weinig binding is, dan vliegen die bijen gewoon af naar een volk met wel binding. En dat, ja, dat was mooi om te zien ook toen we die volkjes aan het maken waren. Dan heb je natuurlijk ook altijd veel bijen in de lucht. Hè. Je schept bijen uit een bak in zo'n kastje en er vliegen altijd een hoop bijen op. En die bijen verzamelen zich dan altijd bij een volk dat aantrekkelijk is voor ze. Waar een koningin in zit met een sterk feromoon. En in dit geval, hier zien we nog wat meer van die kastjes. Ik loop even naar het kastje toe waar ik dat van wil laten zien. Even kijken. Ja, die staat hier. In dit geval was dat dit volkje, dit mini plus volkje. Dit mini plus volkje zat echt helemaal onder de bijen. De hele voorkant kon je niet meer zien, die was helemaal zwart. En heel veel bijen waren al in het volk getrokken. Dus had ik op een gegeven moment vier randjes opstaan om die bijen maar een plek te geven. En die vier randjes heb ik er vervolgens van de bovenkant weer afgehaald om die bijen weer te verdelen in andere volken. Het was eigenlijk een soort bijenvanger. En ja, een goede koningin is als een bijenmagneet. Die trekt echt die bijen die geen koningin meer hebben, die thuisloos zijn, die trekt die bijen aan als een soort magneet en verzamelt dan die bijen bij elkaar. En die kun je dan weer hergebruiken of je maakt er een heel sterk volk van, dat kan ook. In dit geval wil ik niet dat dit een heel sterk volk wordt. Ik zie al dat het überhaupt veel sterker is dan dat het was. Ondanks al die bijen die ik er weer uit heb gehaald. Controleer dat nog wel even, want ik wil niet dat deze gaan zwermen. Dit is echt een teeltmoer die we nog een keer willen gebruiken. Dus het laatste wat ik wil is dat hij gaat zwermen. Dus dit volkje houden we klein. Nou, wat we vandaag gaan doen zijn de doppen. Gisteren ben ik tot hier gekomen. Die steen die over dwars staat, dus het tweede kastje vanaf links gezien. Vanaf rechts gezien, sorry. Het tweede kastje, daar ben ik gestopt gisteren. Dus die volken die hiervoor staan, die heb ik allemaal gedaan. En hier ben ik dan geëindigd, dus hier moet ik verder. En deze hebben allemaal nog broed. De volken die daar staan, die hebben allemaal geen broed. Zo, dus deze volken en die volken die hier achter staan. Ook nog twee bokjes vol. Deze volken, die hebben allemaal geen broed. Die krijgen allemaal nog een koningin. Maar die hebben geen broed. En dat is lastig, want als je die volkjes open doet, dan vliegen die bijen er gelijk uit. Die hebben helemaal geen binding, omdat ze helemaal geen broed of geen... Die vliegen gelijk af, dus die moet ik een beetje nat spuiten, terwijl ik het doosje open doe, het bakje open doe. Of een beetje rook geven, maar rook drijft ze denk ik nog sneller weg. Het probleem had ik gisteren ook al. Met nat spuiten gaat het enigszins, maar ja, je moet gewoon heel snel werken om die bijen niet kwijt te raken. En dan hopen we dat die bijen door die koningin binding krijgen en in het kastje blijven. Ik laat ze dan nog één dag dicht. Deze staan allemaal al open. Want die hebben broed, dus die blijven grotendeels wel bij het volk. Maar de bijen zonder broed, die moeten dicht zitten, anders vliegen ze allemaal af. En met een koningin moeten ze nog zeker een dag binden voordat je het kastje los kunt zetten. Ja, in die tussentijd geven we ze water één of twee keer per dag, zodat ze hier blijven. Nou, wat we gaan doen nu is de doppen uit dit volk. Dat zijn weer twee series die hierin zitten. Van twee moederlijnen. Die doppen die gaan we oogsten.
nu. Het volkje ziet er goed uit, vliegt leuk. Er zit ook darren in, zie ik, die vliegen. Beetje vroeg al voor de darren, maar toch zien we ze vliegen. En ik neem jullie even mee, zodat jullie kunnen zien hoe dat gaat. Even een korte uitleg van wat we dan dadelijk gaan zien. We hebben een lat waarin we doppen hebben hangen. Dat zijn deze doppen. Koninginnendoppen. Zo. En die doppen die hebben we eerst als een plastic celletje erin gehangen. Dat is dat bovenste, dat onderste stukje van deze cel. Ik zal hem daar even losmaken, kun je het goed zien. Daar hebben we een larfje in gedaan. Daar hebben de bijen een koninginnendop van gemaakt. En haar goed gevoerd, zodat ze een koningin werd. En die koningin die zit er nu nog in. Of, zoals in dit voorbeeld te zien is, het kapje is er al af. Zo, het kapje is er al af. En dit kapje is dan opengebeten door de koningin. Ja, het kapje is opengebeten door de koningin. Dit kapje zat er zo op natuurlijk. Maar dit kapje zat er natuurlijk zo op. Dat is opengebeten door de koningin. Ja, opengebeten door de koningin. En toen is er uitgelopen. Maar we verwachten dat van deze doppen die hierin zitten, de meeste koninginnen er nog in zitten. Gisteren waren er van de 60 doppen al 4 uitgelopen. Dat zijn of wat oudere larven. Nee, dat zijn sowieso wat oudere larven geweest. Die zijn net een halve dag ouder geweest. En die lopen dan als eerste uit. Soms kan ook bepaalde genetica een koningin net iets eerder geboren laten worden dan andere genetica. Dus dat kan ook genetisch bepaald zijn. Dat kan echt een halve dag in zitten. Dat is bij bijen overigens ook zo. We hebben het altijd over 21 dagen dat een bij erover doet om volwassen te worden. Daar zit wat variatie in. Dat kan ergens tussen 20,5 en 21,5 zitten. Dat is bij koninginnen ook zo. Dat zit tussen de 15,5 dag en 16,5 dag. Je kunt er niet helemaal op blind varen dat dat precies hetzelfde is. Dus deze doppen, die haal ik er dan uit. Dan haal ik het celletje van de houder af. Dus dit celletje. Volgens mij is het nu scherp. Dit plastic celletje wat je aan de bovenkant ziet. Dat is ook het celletje waar we het larfje in leggen. En dat wordt dus dan uitgebouwd naar beneden. En dit zit dan vol met royal jelly en dat kun je dan ook zien. Van de onderkant kun je dat heel mooi zien, dat die dan mooi vol gevuld is. Dit was overigens niet zo'n hele grote dop. De koningin zag er trouwens wel prachtig uit. De grootte van de dop zegt niet alles. En dit plaatsen we dan in een celhouder. Dit plaatsen we dan in een celbeschermer. Dit is een celbeschermer. Dit ding plaatsen we hier dan in. Zo, die valt er dan mooi doorheen. En daar kan de koningin zich dan uit bevrijden. Bijen kunnen die cel niet beschadigen. Daarom is het een celbeschermer. Soms willen die bijen die cel wegvreten aan de zijkant. Omdat ze het niet herkennen als hun koningin. En dat voorkom je daar dan mee. En als ze eenmaal geboren wordt, wordt ze bijna altijd geaccepteerd. Dit is een van de 3 starters die we hebben gebruikt. Ik heb daar een lege honingkamer onder staan. Dat is een lege bak. Dus dat is alleen maar ruimte. Daar ligt een moerrooster. En hier ligt een moerrooster om te voorkomen dat er vreemde koninginnen hier naar binnen vliegen. Want er is niks zo aantrekkelijk voor een koningin die de weg kwijt is als een moerloos volk. Op de een of andere manier ruiken ze dat, weten ze dat. En komen ze hier naar binnen en die zijn ook hartelijk welkom. En zo'n koningin, zo'n vreemde koningin, die zal alle koninginnencellen die daarin zitten vernietigen. Dus dat willen we natuurlijk niet, dan gaat onze teelt verloren. Dus hier zitten onze teeltlatten in met de koninginnen. Hier zat uitlopend broed in, zodat we veel jonge bijen hadden. Moerrooster, een lege bak. En in dit geval heb ik er nog een honingkamer opgezet. Normaal doe ik dat niet. Normaal zit die honingkamer hier dan ook nog een keer onder. Om zoveel mogelijk warmte in het volk te houden. Maar dit volk had zo belachelijk veel bijen dat ik die honingkamer erop heb gezet, zodat ook wat bijen naar boven konden en die warmtehuishouding hier was absoluut gegarandeerd. We gaan eens kijken hoe het eruit ziet. Ik gebruik een beetje spray, daar had ik vragen over. Dit is Bienenjet, heet dit product. En Bienenjet is een alternatief voor rook. Als je maar heel kort even in de kast moet zijn, dan werkt dat fijn. Dan hoef ik niet de roker aan te maken. Oeh, die is goed zwaar, die honingkamer. Oh, er is niet veel dracht hier.
Dus ik heb toch iets gehaald. Je ziet dat er bij je best wel heftig reageren op die jet. Ik heb maar hele kleine spuitjes. Hele kleine hoeveelheden. En dat werkt al goed. Nou, hier zien we de eerste teeltlat, maar ook met een mooie... Met een mooi resultaat. Van de 30 zijn er 1, 2, 3 niet aangenomen. Nou, dat is keurig. 100% is me tot nu toe nog niet gelukt. Maar alles boven de 80-85% ben ik tevreden mee. Ja, we zien hier nog geen enkele koningin die is uitgelopen. Dus dit klopt. Mooi. Ik haal er nu één lat af. Dit zijn twee tiltlatten die hierop zitten. Ik haal er één lat af. Zo. Dat die andere lat goed op temperatuur blijft. En deze 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Die gaan we nu in een mini plusvolkje plaatsen. Dus we bereiden een cel voor. Deze dop, daarvan zie je dat het puntje lichter is. Dat betekent dat hij op punt van uitlopen staat. De bijen knagen dan eigenlijk de buitenste rand al af om het de koningin makkelijker te maken. Die plaatsen we dan in de celhouder. Die dop die halen we uit het cupje. Zo. Uit de celhouder heet dat. En die plaatsen we in de celbeschermer. En dan steekt hij er mooi een beetje door. Daar kan de koningin zich bevrijden. En de bijen kunnen hier aan de zijkant haar niet uitvreten. Hier zie je dus een mini plusje met broed. En dan zie je dus dat is echt een harmonie. Die zitten rustig op dat broedraam, die vliegen niet gelijk op. Dus hier heeft al een binding plaatsgevonden. Dan kijk ik eerst eventjes op het broedraam. Of daar doppen op zitten. En die zitten er eigenlijk altijd op. Dus hier zie ik bijvoorbeeld een dop. Die haal ik weg. Hier twijfel ik aan wat het is. Die haal ik ook weg. Hieronder zit een dop. Onder, er mooi tussen zit een dop. Zo, die haal ik weg. En dan aan deze kant hebben we nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 doppen. Waarvan zelfs nog één open. Die haal ik allemaal weg. Zoveel heb ik eigenlijk nog niet gezien. Grappig. Ik filmde eentje en dan hebben we gelijk heel veel doppen. Toevallig was dit dan een raam met wat jonger broed. De meeste ramen waren al ouder broed. Dan zijn er nog maar heel weinig larvies beschikbaar waar ze doppen op kunnen zetten. En op zich ik kan die doppen ook laten zitten, want deze koningin die ik nu plaats, die plaats ik op het broed, zodat ze goed warm blijft, zo. Die druk je dan met dat puntje in het broed. Die plaats ik in het straatje met de meeste bijen. Dat de warmte goed verzorgd is. Die klem ik dan een beetje tussen die twee ramen. Schuif ik de boel weer aan. En zo is de dop geplaatst. Nou, zo doe ik ze allemaal. Ik schrijf ondertussen op om welke serie het gaat. Dit is de 2103. En op naar de volgende. Ik bereid weer even een celletje voor. Er zijn ook telers die laten de koningin uitlopen in de
broedstoof. Deze komen dan uit een volk, maar die kunnen ook in een broedstoof zitten of in dit volk uit laten lopen in dit kooitje. Ik doe dat liever niet, omdat ik liever wil dat de koningin echt in het volk geboren wordt met voldoende verzorgbijen. Dat ze direct op het moment dat ze geboren wordt, gevoed wordt door de bijen. En daarmee ook een eenheid maakt. Deze kant 2 doppen. Aan deze kant 1 open. 1 gesloten. Omdat de koningin die wij plaatsen morgen gaat uitlopen, of vandaag misschien zelfs nog. Zal ze die andere doppen ook afbreken. Dus het is op zich geen probleem dat die andere doppen erin zitten. Maar ik wil zeker weten dat de koningin die hier geboren wordt onze koningin is. Dus stel dat ze toch die dop of die koningin vermoorden en een andere dop laten uitlopen. Dan weet ik dus niet zeker of het de koningin van onze tilt is. En dat willen we zeker weten en daarom haal ik die doppen weg. Nou, en zo verder. Ook dit is een volk zonder broed en dan zie je gelijk meer onrust, meer bijen die opvliegen. Dus dan moet je echt snel handelen. Anders vliegen er heel veel bijen uit. En zo laat ik ze één dag staan totdat de koningin echt uitgelopen is. En dan ja, verwachten we dat er meer binding ontstaan is tussen de bijen. Doordat ze echt een eenheid worden, een volk worden. En dan kan het vlieggat open en dan kunnen ze gewoon zelf ook water halen en wat ze nodig hebben om te halen. En nu moeten we deze volken ook water geven. Dus dat doen we dan 2 keer per dag, geven die een beetje water. Die zijn niet gevoelig voor kalkbroed, nou ja, al die andere eigenschappen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een volkje zoals ik ze graag zou zien. Ik weet niet of jullie dit dan kunnen zien, ja. Dit is een volkje zoals ik dat graag zie, 3 ramen volledig bezet en dan ook het kantraampje nog wat bezet. Hier is wel wat misgegaan, zie ik. Want we hebben in deze volkjes allemaal een... moerroostertje. Dat moerroostertje dat komt hier op het volk te liggen. Zo. Zodat de koningin er nog niet uit kan. Dat is nu weer het geval. Zo, deze koninginnen worden kunstmatig geïnsemineerd.
Ja, ik wou wel zeggen, deze zijn zo rustig. Ik zou haast denken... Nee, toch niet. Zo. Nu hebben ze een koningin. Nou, en dit doen we dan 140 keer.